hier is hem dan, de kleine man. We gaan naar de kerstman. En ik kan heel goed stappen. En loopt hem dan. De hele tijd naar de konijnen. Dat is de eerste keer dat de kerstman gaat zien. Heeft dat nog nooit gedaan. En ja, hij was toen 3 maanden. Dus we de eerste keer naar de kerstman gegaan waren. Maar ja, dat is het er nu al 2 jaar tussen. Dus hij is nu 2 jaar en 3 maanden. En heeft hij nog nooit de kerstman gezien. Dus daarmee dat we nu even naar de kerstman gaan. Laat de konijnenkotjes maar dicht. Laat maar dicht. Dus we gaan dat... eventjes fixen, hè. Ik heb dat met de kerstman gezien. Die hebben we niet kunnen filmen. Om de van shopping mogen we niet filmen. Dus die hebben we niet kunnen filmen. Maar dat is wel leuk om te zien. De foto's zal ik jullie laten zien. Instagram. Dat is wel leuk. Hoe hij reageert op de kerstman. Ik vond dat echt gezellig. En leuk. Dus daar was hij heel blij mee. We zitten hier in het stoeltje. Meneer zit het stoeltje. Wie zit hem dan? Aan het genieten. We proberen om naar rustig dicht te doen, mensen. Zo. Dat kost hier dat maar. We moeten dat kost hier eens kunnen besturen. Dat is daar. Kijk, we moeten het hier. We dat zien leggen. Zo, dat is een beetje meer. Maar hij is heel braaf geweest en herkende meteen de kerstman. Dat vond ik wel leuk eigenlijk. Dat hij dat meteen herkende. Dus dat was wel leuk eigenlijk. Zo, we doen weer die berg op. Weer die berg op. Zo. Hij gaat zijn eigen fietskar lopen maken. Zeg. Het gaat niet snel genoeg gaan, denkt hij. Het gaat niet snel genoeg gaan. Zo. Zo. Ben jij er zelf in? Hij gaat er zelf in kruipen, begin ik. Ik ga hem even laten doen. Die 5 minuten gaat hij op aankomen. Oei, maar nu zit hij niet goed, hè? Ga jij zo mee rijden? Kindjes zijn toch altijd een beetje creatief, hè? Ja, hij weet dat hij daar moet zitten. Ja, ja, dat is goed. Hij zit helemaal gevast, zoals je kunt zien. Ik hoor toch even de bijfilmen, want de mensen die denken dat ik... Als je niet vast zit in de stoel, zou het niet graag hebben, hè. Helemaal vast. Kom. We gaan naar het plaats van shopping. De postzegels te halen. Ga je weer via de draaideur? Karken erop inzetten. Is er niet schoon. Niet heel veel te wachten. Kunnen peteren. Dan kom, we gaan naar buiten. Hij is weg naar de fietskar, kijk. Hij weet waar hij moet zijn, hoor. De fietskar. Stap maar in. Doe maar. Doe maar. Oh.
En dan gaan we hem nu dichtmaken. Dus we zijn weer helemaal klaar om te vertrekken. Dat mag helemaal af. We hebben niet alles gevonden wat we moesten hebben eigenlijk. We moesten stroomworstjes hebben. Maar ze hadden ze niet in het kleine formaat. Dus heb ik ze maar laten staan. Dan gaan we nu richting huisbaars. Dan gaan we het er allemaal insteken. Waar alles moet. En dan gaan we straks nog even op de foto met de grote beer. Die staat er. Eens kijken op de markt wat er allemaal te zien valt. Dus we hebben de tijd niet open. Dat is geen probleem. Alle lichtjes zie ik aan. Zo. Dus even iets, zodat het allemaal goed verlicht is. Het is wel belangrijk dat alles goed verlicht is, zodat we goed opvallen natuurlijk. Dus, en dan gaan we nu eens vertrekken. We zitten hier nu in de dingen. We hebben nu kaart gekregen. We gaan een warme chocomelie drinken. We gaan eens niet zoveel te drinken. Dus. Voor hem. Dus ik heb een vis, dat is er al. Dus ik heb. Ik wil dat natuurlijk ook iets geven. Hè. Dus ik heb. Eerst een koekje aan het opeten. Dit is ons drinken. Dat is een vis die gaat lukken, dat weet ik nog niet, maar ik heb toch maar een vis die besteld. We staan er nog niet, maar we gaan er naartoe. Hier is een grote beer. En ik dacht, we gaan op de foto. Het is een heel mooie beer. Het is een kerstbeer natuurlijk. Hè. En het is wel leuk om daarmee op de foto te gaan. Wacht, we gaan ons even verzetten dat die meneer ook je beer kan maken. En trekken, ja. Ja, moet hier over zo. Het is een beetje klim om bij de beer te raken. Zo.
ik zo. Altijd een oplossing voor. Voor geen matte billetjes te krijgen. Zo. Het zijn hele moeilijk. Ik weet wat we proberen om je te trekken. Ik wil er van zijn best. Hij zit hier zo. Hier zit hem dan. Dus zo probeer ik hem te trekken. Mooi, hè. Heeft hij hem kwaad van bewust. Dan wordt gefilmd. Dus kijk, als de vluurvest aangedaan, want het wordt echt wel donker. Wat dat zeker opvalt in het donkere verkeer. Het is wel de fysica, maar het is vooral als hij rondwandelt dat hij toch opvalt. En dat ze hem niet omverrijden natuurlijk. Dus daar weet hij zijn vluurvestje aangedaan. Hier loopt hij dan in zijn vluurvestje. Hier loopt hij. Foto maken. Nu moeten we wachten. We gaan eens kijken of we kunnen wachten. En zo is niet te kalken. Ja, die gaat ook op de foto met de beer, hè? Die gaat ook op de foto met de beer. Ja. Yeah.